What's up, ladies and gents? Oké. Yo, mensen en educators, dit is een gloednieuwe aflevering van Chest Survival. Ik zie dat mijn overhang steeds beschadigd is waar mijn beefsteaks in zitten. Dat is completely mooi. Mensen, de vorige. Oké. De vorige aflevering hebben wij een mine-avontuur gehad. En heel goed, mijn avontuur zelfs. Ik kan het wel even laten zien. Boom! Jullie valt waarschijnlijk meteen dit op. Dat komt ook omdat ik echt fucking nice trip heb gehad. Met mijne. Echt niet helemaal. Maar om dat te weten, ja, moet je maar gaan kijken, hè. Mensen, de vorige aflevering... vorige aflevering, begin ik nu weer, joh. Deze aflevering, wou ik zeggen. De vorige aflevering heb ik net overlopen. Nee, maar deze aflevering gaan we ook gewoon verder. En, ik ben weer benieuwd wat er in dag 3, 4 gaat zitten. We zitten in aflevering 4, Jens. Dag 3 heb ik dus vorige keer behandeld. Nu, dag 4. Oké, ik weet al sowieso wat ik moet doen. Oké, dat is mooi. Quest, moet ik dat zelf lezen? Oké. Quest. Je hebt meer eten nodig. Dus moet je de pigs fucky fucky laten doen. Mag ik een farm? Oké. Ik begin wel meer armor te krijgen. Ik zie wel waar het naartoe gaat. Dus ja, mensen, jullie horen dat wij, of ik liever gezegd, moet een farm gaan maken. Nou, laat ik anders eerst even beginnen met. Sorry. Het moet. Oké, het moet. Het moet. Weet je, ik wil minder dieren hier, man. Begrijp dat nu. En ik vind het rot erg om die honden te moeten mishandelen hier, maar... Man, wat gaat jij in mijn tent doen, je? Niks ook niet. Hier komt nog zo'n hond. Sorry ervoor, maar... Kijk, ik moet gewoon, ja. Ik moet even plaats hebben, mag ik? Shape hier. Is er nog een hond ergens? Die, gek aan het doen is. Nee, ik denk dat ik nu weer alle dieren gehad heb. Nou, laat ik dan, maar weer, hier hakken. Hakken. Want ik wil een klein beetje van de berg weg doen, maar ook niet alles. Ik wil ook nog wel een beetje berg houden ook. Ik bedoel... Even hier steen ook weghalen. Want die steen, daar kan ik mij aan ergeren. Maar ja, mensen, dus deze aflevering moeten we een fucking farm maken, ja. Dat is helemaal mooi. Ik weet niet. Ik weet nog geen design of zo. Of hoe ik het wil gaan maken. Of shit. Zoals dat. Maar. Ja, dat is waar ook. Hier zit al water. Oké, nu ga ik wel even slapen, want het is nodig. Even die XP. Mee, er loopt al godverdomme weer een varken los, hè. Het is niet normaal hoe snel die fucking dieren hier terugkomen, joh.
Smijt de volgende lading beef maar in. Hier komen. Jij mag hier niet zijn meer. Niet zijn meer. Niet zijn meer. Oké. Nee, eerst moet ik dealen met die fucking steen. Want niet normaal, joh. Ik haat dat als een steen is op je gewoon vlakte. Daar krijg ik een scheidelziekte van, joh. Hier. Oké. En nu gewoon puur voor de schijn en alles. Haal ik dit hier dan weg. En zet ik dit in de plaats. Gewoon puur omdat dan toch eindelijk die fucking kutsteen in het zicht is. Want echt niet normaal, man. En nu heb je gezegd, Jens, je zei die deur dan opdoen. Dat is niet waar. Want ik heb hem nog deur. Oké, hier kan ik dan ook op vallen herinneren. En dan heb ik weer geen pickaxe meer. Jezus. Biefstuk. Die is nog niet klaar. Heb ik gesmolten iron. 1 blok. Dan moet het maar met stone pickaxes. Zit niks anders op. Dan leven met wat je leven moet. Weet ik veel. Hier. Dirt. Nog, of ja, extra dirt. Thanks, man. Kijk eens hoeveel er nog in zit, man. Nou, eigenlijk is er niet zoveel, bedenk ik me nu. Oké, hier kun je toch de fucking scheet van krijgen, mijn man. Dan hier nog tussen. Nee. Nou, op een dag moet dat hele eiland dus plat. Dus ik hoop dat er nog een fucking challenge of challenge. Ja, eigenlijk wel een challenge is. Die ertussen zit, want anders man, ik word er scheidsziek van. Man. Man. Oh, oppas hier. Maar zombie, hou je kop eens even. Zo. Zo. En dan vullen we dat hier even allemaal om met dirt en dan gaan we de piggies spannen. Maar ik denk dat hier beneden ergens een fucking kut hommel zit die ik niet moet hebben. Heb ik zo het gevoel. Nou, boeit niet. Gras gaat er sowieso nog op komen. Dus dat is heel goed voor latere farms. Zo. Die 21 andere deur even halen. Die hier nog zit. En dan de rest van die kutsteen er nog even in proppen. Zo, dat is gedaan ondertussen. Fucking 41 steek. Meid, we hebben wel genoeg eten al. Hè. Dus eigenlijk klopt het niet wat er in verteld wordt. Maar weet je. Het is zo awesome dat ik het gewoon niet ga overwegen om erover te klagen.
Zo. Mijn mooie boot staat er ook nog. Oké, mensen, there we go. De pigsters. Ik ga mijn piggies gewoon vastmaken aan mijn huis. Ik hou wel van een beetje gezelschap. Oké, je mag nog één uitgebreid zijn. Ik moet niet al te veel piggies hebben, maar toch een paar zouden fijn zijn. Nu moet ik nog één fucking fence gaan maken, serieus. Ik hoop dat er... kijk, dan kan ik 's morgens ook even kijken hoe het gaat met mijn piggies. En ik heb er nog, gelukkig. Dus, piggies, you can spawn. Maar, waar ik dus gewoon schrik mee heb... is dat, wanneer eens dat er misschien een opdracht is van maak een schapenfarm, moet ik, ja, om goed te zijn, een huis bouwen voor die schapen, anders gaan die wolven de hele tijd mij zitten irriteren en die schapen ze zitten killen. Dus daar moet ik nog op iets op zoeken hoe ik dat ga doen. En hoezo heb ik de vorige keer vergeten om daar een torch te zetten. Nou, het zal wel. Nou, dan hebben we weer 2 seeds bij om te kunnen planten. Dat is ook helemaal mooi. nou, de wheat. Daar heb ik eigenlijk. Gaat wel vrij goed, de wheat zo. Kijk, dat bedoel ik. Kijk, we gaan die wolf nu eens even volgen. Er staat een schaap bovenop deze berg. Ik ben eens benieuwd hoe lang het gaat duren. Ja, ik heb mijn zin nog niet afgemaakt. Of hij wordt al aangevallen. Ik wou zeggen, ik ben eens benieuwd hoe lang het gaat duren dat, eer de schaap dood is. Hoe lang de schaap nog gaat leven. Het schaap probeert zich te redden in het fucking water. En hij lijkt het nog goed te doen ook. Mensen, ik ga onder de grond nog heel even minen, want ik weet niet wat ik anders moet doen. Ik ben bang dat ik iets ga maken waar dan later een, ja, waar dan later een challenge is. Dus, let's go, gewoon ondergrond. Oké, hier gaan we dus niet in vandaag, want anders dan... word ik gepenetreerd. Oké, let's do dit, doe dat en doe dat. Nee, maar anders dan kan die kerel snappen en dan daar zit ik ook niet op te wachten. Kijk, ik haat het steen. Echt waar. Soms kan er nog wel eens mooi zijn, maar nu weet ik niet wat ik ervan moet denken van de steen. Zo. Ah, dat is... Kijk, hè. Het had eens moeten gebeuren. Zo. Zo. Kijk, dat is soms zo echt kut om dan het verschil te zien, hè. Kijk, dit kon ik hier, wat hier staat, kan ik goed gebruiken. Dirt. Dus neem deze hoop maar mee dan. Of zover dat je kon, toch? Nou,
Let's go upstairs and end the video. Dus mensen, bedankt voor het kijken naar deze gloednieuwe aflevering. Ik heb eigenlijk niet zo lang meer ondergrond gezeten. En de villager is niet ontsnapt, gelukkig. Toe omhoog. Ik dacht dat hij nog wel vast stond. Oké, ik denk dat de wolf het schaap toch heeft kunnen penetreren. Tering veel schapen hier! Holy hell! Mate, die hond! Is dat denk ik om... Ja, hij gaat ervoor. Hij gaat er los voor. Ze worden allemaal gepenetreerd. Maar echt allemaal, stuk voor stuk. Ja, get penetrated, you black sheep. Ja, het moest ervan komen. Nou, hoe lang gaat het duren dat hem dit schaap vindt en dan dat schaap en dan was er toch nog ergens in, what the fuck. Oké, die is blijkbaar ook gepenetreerd door zichzelf. Ah nee, die is hier. Oké, mensen, daar trek ik me nu niks van aan. Waar ik me wel iets van aantrek is dat ik nu ga slapen en dat het einde van de video is. Dus mensen, bedankt voor het kijken. Oké, ja. De fucking hele wolvenhorde is... voorbij gekomen. Ja, schaap, je moet uw lot indien. En dat schaap ook, ja. Allemaal penetrated. Die hond maakt gewoon even een jump voor dat schaap, maat. Drie wolven achter één schaap en ja. Oké, mensen. Bedankt voor het kijken naar deze aflevering. Vond je hem leuk? Laat dan een like achter en dan zie ik jullie graag de volgende keer terug. Doei, mensen!